Amsterdam is voor heel eventjes iets minder veilig dan normaal. Verschillende BN'ers gaan zich namelijk wagen aan de tweede editie van het Grazia Scooter Safari. De race is voor, uiteraard voor Vespa en Grazia om een leuk evenement neer te zetten. Maar het is vooral bedoeld om gezelligheid te creëren, te laten zien hoe leuk rijden met een Vespa is en een scooter door een stad en door het platteland. Ik heb het vorig jaar ook gedaan, toen heb ik echt veel lol gehad. Dus ik dacht, dat doe ik dit jaar weer en ik heb vrij. Ik doe mee omdat ik gevraagd ben ten eerste uiteraard. En ik vind het gewoon heel erg leuk om met het mooie weer leuk door Amsterdam te toeren. En leuk om iedereen te ontmoeten. Het is natuurlijk gewoon weer een leuke ervaring. En gewoon voor de gezelligheid. Ben ik weer even ook gezellig met Paulien. En gewoon lekker scooterrijder Amsterdam en leuke opdrachtjes doen. Dus meer voor de gezelligheid. De race staat in dat we een leuke tocht eerst starten in Amsterdam. Gaan we mooi door Amsterdam heen rijden. Het is vooral de bedoeling dat we mooie dingen gaan zien. Maar er zit ook een spelelement in. We zijn op zoek naar de Italian Big Five. Dat zijn 5 Italiaanse dingen. Die moeten ze spotten en dan kunnen ze mooie prijzen mee winnen. Hoe heb je je voorbereid? Nou, ik ben vanmorgen ten eerste heel vroeg opgestaan. Ik denk een uurtje of 4. Toen ben ik meteen gaan trainen. Ik heb de plattegrond van Amsterdam helemaal uit mijn hoofd geleerd. En ik denk dat ik nu met blinddoek op zeker weer terugkom op plaats van bestemming. Ik spring er spontaan in en ik heb net gehoord dat Paulien Huizinga bij mij achterop zit. Beter kan hij natuurlijk. Een hele slimme vrouw. Ook heel groot. Die kijkt overal bovenuit. Dus ja, er kan eigenlijk weinig gebeuren. Mijn vrouw is ziek. Haar man wou niet. Dus dat is een perfecte combi. Ik moet alleen even kijken wat we met die prijs doen als we hem winnen. Ik heb me niet heel erg voorbereid, want ik heb wel scooterervaring. Ik heb veel scooter gehad toen ik 16 was. En Amsterdam ken ik ook wel redelijk. Dus ik hoop dat dat genoeg ervaring is. Ik vind het vooral heel erg leuk. Puzzelen is sowieso heel erg leuk. Zo'n puzzeltocht, want dat gaan we doen. En dan op scooters en ik hoop met z'n tweeën. En het is een gezellige groep met mensen. Dus de zon schijnt. Het kan niet meer stuk. Okay. Nou, ik geloof dat het gaat beginnen. Dus in ieder geval heel veel succes. Dankjewel. Let's go!